Deze sessies organiseren we al lange tijd. Eigenlijk organiseren we ze al langer dan Madison Burka bestaat. Binnen Madison Burka is dit de 10e editie. En vandaar het jubileum. Uitgegroeid van een wat kleiner evenement met sprekers van binnen Madison Burka tot een veel groter evenement met sprekers van allerlei plamage. En we hebben vandaag een heel gevuld programma met twee parallele tracks. Zoals altijd wordt deze sessie georganiseerd door het bedrijf Madison Burka. Er zijn altijd mensen bij betrokken die dat natuurlijk mee helpen organiseren. In het verleden waren dat andere bedrijven. Dit keer hebben we het wat meer op onszelf ontwikkeld en uitgevoerd. En elk jaar of elke keer heeft zo'n Blackhead sessie weer een apart thema. De vorige keer was het de Human Factor. En dit jaar zijn we uitgekomen op the past, present en the future. Eigenlijk een beetje capita selecta van informatiebeveiliging. Maar ook een beetje een terugblik op hoe zat het dan in het verleden met de informatiebeveiliging en wat kunnen we verwachten in de toekomst en welke dingen gaan we spelen. Goed, we hebben daarvoor twee tracks. Met als afsluiting een live hacking demo straks plenair. We hebben een heel leuk gevuld programma. Wat helaas erg jammer is en wil ik toch heel even stilstaan, is dat een van de sprekers die had toegezegd te komen spreken, Harry Onderwater, is overleden afgelopen december. Hij werkte bij CRI en later bij KPMG. En hij had hier een heel mooi praatje kunnen houden over de historie van het computerhacken in Nederland. En hij was altijd heel erg bij betrokken. Hij communiceerde met hackers op internet. Ik heb hem nog een keer geïnterviewd in 1985. In die tijd bij CRI werd er nog niet ge-emailed. Moest je die vraag, moest je faxen. Dus helaas, hij zal er dus niet bij zijn. We hebben wel andere praatjes die wat ingaan op het verleden. We hebben nog wel een heel mooie scala aan sprekers voor vandaag voor klaarstaan. U heeft al wel gezien, er is één kleine wijziging. Oorspronkelijk was ik ingepland als backup, mocht Harry het niet gaan halen. Nu hadden we het probleem dat Alex de Jode gisteravond om 9 uur mailde dat hij niet kon komen. Hij is Global Security Officer van Leaseweb. En zij hebben heel veel zaken die ze moeten doen in verband met mega-upload, precies berichten. Dus helaas kon er niet bij zijn. Maar ik heb nog wel een praatje over social engineering wat ik daarvoor in de plaats kan geven. Goed, verder wil ik bedanken de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Onsite, SOS, KGB Internet Working, de sponsoren AT Computing, TC, ITSX, TVIB. Er zijn er nog wat mediasponsoren, dat zijn NGI, dat is SecureLink en dat is Certified Secure. En ik wil ook nog dank zeggen aan onze organisatiebureau Interactie dat hiermee heeft georganiseerd. Een speciale dank aan Michael van Madison Burka die hier heel veel werk in heeft gestopt. En van haar moest ik ook eventjes zeggen, vooral niet vergeten dat als jullie het evaluatieformulier dat in jullie tas zit zouden willen invullen voor het eind van de dag, dan kunnen jullie dat inleveren en krijgen jullie daarvoor een parkeermunt terug. Ik om je telefoon zodanig in te stellen dat hij de buurman niet op doet schrikken. Als een Vodafone heeft, is het heel makkelijk, want die smaak ik. Dat lijkt me wel goed praten, ik denk dat ik ga beginnen. De eerste spreker.